Zo, daar ben ik weer. Ik ben een tijdje weg geweest, maar vandaag zijn we weer terug met een unboxing en een kleine overview van de Ficom 230W is het, C230W. Het is geen high-end toestel, het is gewoon een toestelletje wat ik gewoon moest kopen. Hij was $40 bij Panda in de actie. En ik denk van nou, waarom niet, laten we het even uitproberen. Nou, wat ik al zei, het is helemaal geen high-end toestel. Voor $40 moet je niet veel verwachten, dus ik doe dat ook niet. Laten we snel beginnen met de unboxing. Ik heb hem op de 27e besteld bij Panda en hij is gisteren bezorgd. Dat is vrij snel, vind ik zelf, voor gewoon China Post. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Niks hoeven bij te betalen, dat scheelde ook weer. En nou ja, een week wachten voor een toestel uit China vind ik niet eens slecht voor China Post. Nou, hij is goed ingepakt zoals jullie zien. Doosje. Een paar papiertjes van Panda. Een quick start guide, die lezen we altijd door. Altijd belangrijk. En dan de doos. Ficom, hoe je het wilt noemen. C230W. Nou, wat staat er nog meer op? Nou, hier kan je al zien, het is een 512 MB en met 4 gig geheugen toestel. Nou ja, er staat nog een merkje, Feishun op, type nummer waarschijnlijk. Hij is WCDMA, dus je kan hem overal gebruiken. Nou, laten we eens even kijken wat er in de doos zit. Mooie doos. Nou, we zien gelijk het toestel. Netjes ingepakt. Even kijken wat er nog meer in de doos zit. Nog meer boekjes in het Chinees. Even kijken. Ja, dat is allemaal Chinees. Ga ik straks doornemen. En dan nog een boekje, ook in het Chinees. Hartstikke mooi. Een adaptertje. Leuk dat we die erbij hebben gehad. Een 12 volt adapter. Even kijken, 12 volt. Wat zit erin? 5 volt, 700 mA, dus zoveel sap gebruikt hij niet. En nog een USB kabeltje om op te laden. Nou, netjes verpakt. Compleet met de spulletjes. Laten we nu naar het toestel gaan. Nou, het is een vrij normaal toestel. Niets bijzonders. Achterkant is gewoon van plastic. We hebben hier een LED-flesje en een camera. Hoeveel megapixel moet ik even nakijken? Het zal niet zo denderend zijn. Een mooie 4-inch scherm zo uit het hoofd. Laten we de protector er maar weer afhalen. Hup. Nou, hier kan je nog zien. Het ziet er niet zo geweldig uit. Qua bouwkwaliteit moet ik eerlijk zeggen dat het er wel stevig is. Niet te veel. Nou, eigenlijk geen gekraak. De knopjes voelen ook stevig voor een $40 telefoon. We hebben hier een USB aansluiting. Die zit hier al. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Koptelefoon aansluiting. Zit hier al. De menuknopjes. Thuis, back, home. Aan en uit, volume natuurlijk. En ik geloof een cameraatje ook nog hiervoor. Hier zo. En de geluidshoren. En dan laten we kijken of we de achterkant eraf kunnen krijgen. Even kijken. Oh, hier zie ik het. Dan gaan we de achterkant even eraf. Batterijtje zit erin. Het is een dual SIM toestel. Geheugenkaartje gaat erin tot 16 gig. Is mij verteld. Een batterijtje is een 1500 mAh batterij. Zoals jullie kunnen zien. 1500 mAh. WCDMA. GSM. Oh, even kijken hier. GSM. WCDMA. Ficom C230W. En nog een paar nummertjes. Het voelt. Ik moet eerlijk zeggen. Ik ben wel onder de indruk. Hij voelt stevig aan. Laten we even het beschermen.
plakkertje weghalen van de batterij en dan gaan we hem opstarten. Eens even kijken. Nou, er zit dus een 2 megapixel achtercamera op en een 0,3 megapixel voorcamera. Is niet het meeste wat je tegenwoordig kan krijgen, maar kan er mee door, zou ik zeggen, toch? Hup. Een dual sim voor $40, dat vind ik toch vrij goed. Hup, we starten hem op, trailfunctie gaat aan. Ficom, better communication, better life. Ja, fantastisch. Nou, de knopjes zijn niet backlit volgens mij. Wat ik zie, is gewoon, zit gewoon een spiegeltje achter. Even wachten tot hij boot. Ja. Nou, er komt geluid uit. Nou, zoals ik al zei, 4 gig geheugen, 512 MB werkgeheugen. Er zit een Adreno 302 chip in voor het grafische werk. En een Qualcomm Snapdragon 200, zo uit het hoofd. En het MSM 8212 Cortex A7 1.2 gig processortje. Hup. Nou, we beginnen al met de foutmelding. Clean Droid has stopped. Eens even kijken naar de setting. Wat zit erin? Nou, het is niet het supersnelste telefoon natuurlijk. Maar we gaan even kijken. En hier zien we dat hij op een Android 4.3 draait. Jelly Bean. Hier kan je ook zien. Qualcomm Snapdragon 1.2. 512 werkgeheugentje. En een 4 gig aan opslagruimte. Nou, het is wel fijn dat je die kan uitbreiden. Dus dat is wel mooi meegenomen, vind ik. Laten we eens even kijken of er nog talen in zitten. Google, English, en wat hebben we nog meer? Language. Nou, zo'n beetje alles zit erin. Engels, genoeg Engels. Zit er Nederlands bij. Gaan we even kijken of we Nederlands kunnen vinden. Ah, Nederlands. Die zitten we er ook bij. Nou, foutmeldingje. Dat zijn dus apps die we eraf moeten gooien. Hup, naar huis. Kijken wat voor apps erin zitten. Nou, we hebben gewoon een rekenmachine, camera zit erop. Galerijtje, sound recorder. Een portable hotspot, ook makkelijk. Muziek. Nou, videospelertje. Play Store zit erin, is ook wel prettig. En nog wat Chinese rotzooi apps. Nou, eens even kijken, foto's. Nou, het is maar een 2 megapixel camera. Dus zo bijzonder zullen die foto's niet zijn. Nou, laten we eens even kijken of we iets kunnen fotograferen. Nou, er zit geen focus op. Het is gewoon point and shoot. Eens kijken wat hij ervan maakt. Het is niet supersonisch, maar hij maakt je wel. Nou, voor dat is gewoon ja, niet slecht. Voor een $40 toestel, €35 inclusief verzendkosten. Hartstikke mooi toestel. Nou, ik ga de Ficom een beetje testen. En daarna zal ik komen met een reviewtje van dit $40 toestelletje. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen de komende weken. Nou, dit was mijn unboxing en first look van de Ficom C230W. Een Snapdragon 200 toestel. En ik laat jullie in een reviewtje weten wat hij doet. Tot de volgende keer.